Na onder andere Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vindt er deze zaterdag een antiracisme demonstratie plaats in Tilburg. Door de coronacrisis kan er niet op de reguliere manier worden geprotesteerd en daarom zijn er veel maatregelen getroffen. Nou, we zorgen in ieder geval voor dat iedereen op 1,5 meter staat. Dus we gaan morgenochtend ook keurig netjes uitmeten en kruisen zetten waar mensen mogen staan. Verder zijn er ook mensen die echt in de gaten houden of dat het ook nageleefd wordt. Ja, dus dat moet goed komen. Tijdens het protest in Rotterdam gingen er een aantal dingen mis. Hier heeft de organisatie van de demonstratie in Tilburg van geleerd. Nee, we hebben van de burgemeester te horen gekregen dat we dus de sprekers niet zichtbaar mogen zijn voor de deelnemers aan de demonstratie. Want in Rotterdam kreeg je op het podium, zodra er iemand ging spreken, dat de hele meute naar voren kwam. En dus de 1,5 meter maatregel gewoon niet meer in acht werd genomen. En dat willen ze hier gewoon echt koste wat kost vermijden. Antiracisme Groep Tilburg is het hele jaar door bezig met verschillende acties. Hiermee probeert de groep Tilburgers bewust te maken van het racisme dat in de stad voorkomt. Dit doet de groep onder andere door lezingen te geven, posters in scholen te hangen en aanwezig te zijn op social media. Dus zo proberen we best wel veel activiteiten op een jaar te organiseren, zodat mensen ook zich bewust van zijn dat het niet over is. Hè? Want als je dan, als jij in jouw blanke wereld leeft en je hebt weinig contacten met andere culturen, dan lijkt het wel mee te vallen. Maar dat is dus niet zo. Ik heb gemengde kinderen en mijn kinderen worden regelmatig gediscrimineerd. Tijdens de demonstratie komen verschillende sprekers aan het woord. Deze hebben allemaal een eigen reden om mee te doen. Ik ben morgen de persoon die de demonstratie, het protest gaat openen. En ook een van de sprekers. En de bedoeling is dat wij samen stilstaan bij de dood van George Floyd, het herdenken. En ook andere zwarte mensen wereldwijd die door politiegeweld of door racisme om het leven zijn gekomen. Of wiens leven niet zeker is door racisme. Daar willen we met z'n allen bij stilstaan en mensen de ruimte geven om zich daarover te uiten. En om samen vooruit te kijken hoe we daarmee om zullen gaan. Het gaat niet eens meer om mijn pijn of mijn ervaring. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is nu aan de witte mensen, echt aan de witte mensen, om zelf naar zichzelf te kijken. Wat doet racisme met mij? Wat doet het met mij als een andere pijn heeft van racisme? Niet meer mijn pijn, dat is allemaal al geweest. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Daar ga ik voor zorgen. Nu moet jij naar jezelf gaan kijken en naar elkaar, met elkaar dat gesprek gaan voeren. Mandela hoefde niet lang te twijfelen toen hij werd gevraagd om de demonstratie te openen. Volgens hem is het belangrijk dat het protest wordt geleid door mensen uit onze eigen stad. Ik ben Tilburger, dus ik weet als Tilburger, pik je het niet als iemand van buitenaf jou komt vertellen wat je moet doen. Dat is echt typisch Tilburgs. Dus dat weet ik. Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier niet geboren, maar wel vanaf mijn 9e hier gewoond. Dus ik heb met Tilburgs gevoetbald, op school gezeten, op basisschool, middelbare school, Paulus Lyceum, Jeanne d'Arc basisschool. Ik heb gevoetbald met ze, ik heb met ze gewerkt, ik heb met ze gezoend, geknuffeld, geruzied, alles. Dus ik ben Tilburg. Dus dan vind ik ook dat je dus als Tilburger de Tilburger mag aanspreken. En daarom doe ik het. Dus ik kan met liefde komen, terwijl iemand vanuit de Randstad niet die warmte, niet die nabijheid heeft om vanuit de Tilburger te spreken. Het doel van de demonstratie is duidelijk. Maar Mandela snapt dat deze verandering niet van de een op de andere dag plaats kan vinden. Ik verwacht niet dat er morgen de wereld verandert of zo. Weet je wel, we zijn mensen en mensen hebben tijd nodig om te veranderen. Maar het is wel echt, het is 2 voor 12, om zo maar te zeggen. De wereld wacht op witte mensen, op hun antwoord. Wij hebben gezegd wat we moeten doen. Het huiswerk ligt nu bij de witte mensen, wat mij betreft. Dus morgen heb ik geen verwachtingen voor wat voor resultaat we hebben. Of mensen nou allemaal ineens het licht gaan zien. Nee, ik weet, we zijn mensen. Allemaal hoort er allemaal bij. Allemaal hardleers. Ik ben ook koppig. Ik heb ook tijd gewoon nodig gehad om bepaalde dingen in te zien in het leven. Het is all good. Maar we gaan morgen wel laten zien. De bal ligt nu echt bij witte mensen. That's it.